de baas. Er zit wel iets aan de... We weten het wel, Pim. Oké, nou, hij moet wel. Er wordt een grote vis, Pim. Hij beweegt. Nu gooi je tijd ervoor, hè? Dit zo bang kijken. Dat ik je snoep dan heb. Ja? Ja, ik vind het dan. Ja, dat is leuk, Pim. Geniet ervan. Genieten. Nou, wat gebeurt er allemaal? Ik je gaat er niet gek doen met die witvis, grote karpers. Oh, oh. Spannend. Hak hem eens ziet, Pim. Jij denkt snoep? En we denken klein en groot. Nou, in ieder geval een middenmaat. Een middenmaat? Ja. Oké. Okay. Hij valt op de wil niet helemaal niet. Nee, nou, ik ga erbij zitten, Pim. Ik denk dat we het schip net in elkaar moeten gaan zetten. Oh, maar Pim, mag ik erin springen bij een groot, hoor. Nee, het is alleen de vis, hoor. Oké, okay. Ja. Oké. Okay. Ik kwam hier voor de baars. Maar we hebben toch baars? Ja, wat een hele mooie baars. Oké. Oh jee. Ah, snoek. Snoek. Oh jee. Rustig aan, Pim. Neem je tijd daarvoor. Ik zit met een 6-pons lijntje. Ton. Dat is leuk. Dat is kikken. Hij heet tenminste sport. Ik zit met een heel klein titanium onderlijntje. Geeft niet. Neem je tijd ervoor. We hebben de hele dag. Oh jee. Rustig aan. Pim. Ik wil niet veel zeggen. Nou weet ik dat Celine de Bakker, die had een meer van de hengel. Oh ja, heb je dat nog gezien? Heb ik gezien, ja. Zal toch niet? Ik weet niet of dat ik erna ga doen, maar ik zie helemaal niks. Nou Pim, ik heb een paar jaar geleden met Steve op een klein pijkvaaietje ook zo'n grote... Ik heb een ketel. Is dat 6 pond? 6 pond lijntje, ja. Bedankt Vincent Broersma voor je mooie 6 pond lijntjes. Wat is dat voor lijn, Pim? Dat is de lijn X, dat is een nieuwe van Vincent in zijn assortiment. Jij bedoelt Vincent Boersma, hè? Vincent Boersma, okay. Van Invincible Products. Invincible Products. Voorlopig zit er iets Invincibles aan mijn hengeltje. Pim, ik wil hem heel graag zien, hè, voor hem verspeeld. Ja, ja. Okay. Komt er niet zo gek van. Jawel, hij komt eraan. Dat vind ik nou zo heerlijk, hè, Pim. Iets groots. Oh, 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 Pim. Een grote snoekbaas. Een grote snoekbaas. Een hele grote. Heb je hem gezien dan? Ja, nou, hij was heel licht van kleur in ieder geval. Oh, Pim. Wow. Een hele grote snoek. Ik ga je helpen eventjes, ja. Zal ik hem pakken voor je? Ja, je maakt... Kijk, let op. Let op, Pim. Oh. Let op. Doe rustig. Kijk. Je kent nog wel eens met verrassingen staan met Captain Kibbeling, hè? Baarspunt. Geeft niet, Pim. Op de lek is het niet anders. Ik moest net nog zeggen van wanneer krijg ik nou een aanbeet van een baars? Het wordt zo wel een heel lang filmpje, geloof ik. Dat geeft niet. We kunnen ook knippen en plakken. Okay. Moet ik het net in orde maken of moet ik hem pakken? Nee, we gaan het net in orde maken. Ja? Nou. Zal ik hem eens schatten? 1-2. 1-2? Hoe kom jij daar naar bij? Met je 1-2. Doe er maar 10 centimeter bij.
Doe jij er maar 10 centimeter bij, Pim? Weet je, op dat lichte spul moet je gewoon je tijd nemen, joh. Als ik naar hem toe ga, dan schrikt hij. Ja, dat gaat goed. Je hebt hem, Pim. Welke kant ga je? Die kant. Oké. Okay. Ja. Filmen maar dan. Mama, ik ben aan het filmen. Oh. Ik ben al bezig, hoor. Dit was dus op een klein hoornetje wat bedoeld was voor de baars. Oké. Okay. Dus ik ben erg blij. Hoe vindt het nou, zo'n bijvangst? Ja, mooi. Oké. Okay. Ik ga tussen. Ja. Ik... Oh, gaat een beetje op de gang doen. Dat is een hoop. Nou, wat geven? Ik zal even.